Hi, welkom bij een nieuwe video. Ik doe dit keer denk ik geen weekvlog, want ik ga twee video's opsplitsen. Want ik ga deze week in twee opdelen, want het einde van deze week is natuurlijk kerst. En dan ga ik een weekend naar Düsseldorf, dus dan doe ik dat in een aparte video. Het is vandaag woensdag en ik heb vandaag een hele leuke dag gepland, dus ik ga jullie meenemen. Het is trouwens 20 december. Dat betekent dat gisteren mijn verjaardag was, 19 december. En ik heb lekker helemaal niks gefilmd. Kijk, vloggen is niet echt werk. Ik vind vloggen leuk. Maar gisteren had ik het gevoel dat het werk was. Want ik deed echt geen reet om mijn verjaardag. Ik ben de hele dag een beetje thuis gebleven. En ik dacht, als ik nu dan echt leuke content moet gaan maken, dan voelt het wel als werk. En ik was jarig, dus ik dacht, ik ga niet werken, dus ik heb niet gefilmd. Ik heb ook niks bijzonders gedaan. Dus tot zover mijn verjaardag. En ik heb het natuurlijk al heel veel gevierd, dus het was gisteren. Ja, ik ben wel gisteren uit eten geweest met mijn familie en mijn schoonfamilie. Dat was wel heel gezellig, maar ja, daar ging ik ook niet filmen. Dus eigenlijk niks gefilmd gisteren. Daar komt het op neer. Ja, ik wilde me dus gaan klaarmaken. Toen zag ik dat ik een nieuw pakket binnen had van Look Fantastic. En ik weet even niet meer wat ik allemaal besteld heb. Maar ik dacht, misschien kan ik mijn make-up doen met producten die hierin zitten. Dat kan bijna niet, want ik heb zeep van Rituals. Vind ik heel lekker. En een spray van Rituals. En een body cream van Rituals. Allemaal dezelfde geur. En als je dit dus alle drie gebruikt, dus gaat douchen met de zeep, dan de crème opdoet en dan daarna nog een beetje van die perfume mist eroverheen doet, ruik je echt de hele dag naar Rituals. Ik heb trouwens een kortingscode voor jullie, zoals altijd. LFZOE. Gebruik die. Ga shoppen voor de feestdagen, want de kortingen zijn weer lekker bij Look Fantastic. En altijd leuke kerstcadeautjes kan ik daar krijgen. En dan heb ik nog een Rituals pot. Maar die ga ik als cadeautje geven aan mijn oma. Want mijn oma houdt van deze. En ja, ik weet niet. Ik vond dat ze wel een cadeautje verdiende. Dus ik heb deze voor haar besteld. Dan Olaplex voor mijn moeder. Want mijn moeder die gebruikt dat heel veel. En het was op. En het is duur. Dus ik had voor haar besteld. En misschien dat ik zelf ook af en toe wel eventjes ermee ga wassen. Want ik heb natuurlijk ook sinds kort mijn haar geverfd. Dus voor mij is het ook wel goed om het te doen. Dan een nieuwe setting spray. Deze gebruik ik heel veel. En ik had eigenlijk nog voorraad hiervan. Maar dan ga maar extra voorraad. Ik heb dus een nieuwe foundation besteld. En die wil ik wel even met jullie gaan testen. Ik hoop dat ik de goede kleur heb. Ik heb de kleur Light 5 gehaald. En dat is de kleur Fiji. Ik weet niet of dit een fijne foundation is. Geen idee. Ik dacht, ik ga gewoon een keertje wat proberen. Maar het ziet er best licht uit. En ik denk niet dat dit mijn kleur is. Maar oeh, dit is wel heel licht. Oh nee. Dit is niet echt mijn kleur. Oh, maar dan misschien ga ik hem wel weggeven. Misschien geef ik hem dan wel aan Dagmar. Misschien is dit wel Dagmar de kleur. Die is wat lichter dan ik. In ieder geval, we hebben ook een Tan Luxe The Face. En dit zijn de Illuminating Self Tan Drops. En ja, ik wil deze heel graag proberen. Want ik hoor hier echt goede verhalen over. En ik heb de Medium Dark. En zoals jullie zien ben ik erg wit. En ik wil mezelf ook even niet onder de zonnebank weer gooien. Want ik moet mezelf ook laseren. En als ik elke keer onder de zonnebank ga, kan ik niet laseren. Dus ik denk, ja, ik moet toch eventjes een oplossing bedenken. En die andere van, hoe heet het ook weer? Van Collister, de Magic Drops. Die werken bij mij amper. Ik word er bijna niet bruiner door. En ik krijg er pukkels van. Dit is mijn outfit vandaag. Niet bijzonder. Gewoon een jasje van de Zara. Deze body, geweldig body, is van Kejun. En mijn jeans zijn van de Zara. Tasje. En verder, ik doe denk ik mijn UGG aan lekker. Is ook wel handig voor vandaag, denk ik. Ik heb een beetje zelftan vlekken volgens mij in mijn gezicht. Nice. Ik wil jullie nog even snel mijn verjaardagscadeaus laten zien. Want ik ben zo blij. Ik heb dit jaar, zo, ik heb dit jaar gewoon voor het eerst echt cadeaus. Want ik vraag altijd cadeaubonnen van de Bijenkorf. En dan leg ik het allemaal samen. Dan koop ik iets groots. Maar ik ben een beetje ervan afgestapt dat ik dure tassen wil hebben en zo. Dat vind ik de laatste tijd gewoon echt niet meer zo belangrijk. En ja, ik heb nu gewoon echt cadeautjes gekregen. Nou ja, van mijn schoonfamilie heb ik geld. En mijn schoonzus moet nog een cadeautje geven. Want die had, dus ze zei dat nog binnen moest komen of zo.
En ik heb van mijn ouders, mijn zus en mijn tantes en mijn oma. Die hebben met z'n allen samen dit gekocht. Een hele mooie sjaal van Jacquemus. Daar ben ik echt heel blij mee. Ik ga dus in maart ga ik naar Lapland. En ik moet gewoon allemaal winterspullen hebben natuurlijk daarvoor. Dus ik heb een leuke sjaal. Die doe ik vandaag denk ik wel om. Dat staat wel leuk. Echt super mooi sjaal. Hij voelt ook heel zacht. Nou, ik weet niet hoe duur die eigenlijk was. Kan ik wel opzoeken, maar jullie kunnen het ook lekker zelf opzoeken. Kijk, dit is dan het labeltje. En deze is gewoon van de Bijenkorf, zag ik. Een Bijenkorf sticker op. Ik kan hem gewoon bij de Bijenkorf halen. En ik heb moonboots gekregen. En daar ben ik zo blij mee. Ik vind die dingen zo leuk. En ik denk dat het ook gewoon echt heel leuk staat onder een oudje. Dus ja, daar ben ik ook echt blij mee. Deze wilde ik heel graag. Dus ik kan hiermee lekker naar Lapland. Ik kan goed vooruit. Deze heeft mijn zus bij de Nelson besteld. En als ik het goed heb, zijn ze geloof ik 165 euro. Maar je kan deze op heel veel sites bestellen. Ja, ik ben er heel blij mee. En ja, dan heb ik van mijn vriendinnen nog UGG gekregen. Tenminste, van die sloffen. Niet die tasman die iedereen heeft. Die echt fashionable zijn, maar gewoon echt letterlijk sloffen voor in huis. Maar die waren nog niet binnen, dus die zijn onderweg. Dus ja, helemaal leuk. Ik ben er helemaal blij mee. Ik ga nu even lekker laseren. Nou ja, lekker is het niet. Maar ja, nu moet ik mij even laseren, dus dat gaan we nu doen. Ik moet opschieten, want ik zou daar 12 uur zijn. En volgens mij is het al bijna 12 uur. Ik opgepaard, lelijk. Oké, okay, ben je er klaar voor? Ja. Oh, ik heb nog wel. Hoi, ben je die bonk? Ja. Oké, gaan we. Oké, gaan we even stempelen. Nou, dag maar, ik loop op de Zuidas. En we gaan naar Renaissance, de spa. Krijg lekker massages. Ik heb er zoveel zin in. Oh, niet normaal. We zijn nu bij Renaissance. En ik wil niet hard praten. Maar wij zijn een beetje in de lucht gelijk. En ik weet niet of jullie mij horen. Ik zal het even laten zien. Wij krijgen hier straks een heerlijke massage. Ja. Shit. Het is toch niet normaal dit? Zo jongens, ik ben thuis en ik ga even lekker mezelf klaarmaken voor alle content die ik moet maken. Ik ga denk ik mijn haar dadelijk lekker zo een beetje met de Dyson doen, zoals ik de laatste tijd vaker doe. En ik ga even make-up doen. Als jullie trouwens nog een kerstcadeautje zoeken, dit is echt een leuk cadeautje. Drinkt echt fucking lekker. Ik wist niet dat het zo lekker was om dat zo te drinken. Uit zo'n rietje. En het is echt super cute, aesthetic, bla bla bla. Ik hoop even dat ik met alles een beetje snel klaar ben vandaag. Zodat ik hierna nog boodschappen kan doen.
Want ik ga dus naar Düsseldorf natuurlijk. Met Jarne, Maria en Jani. Maar we willen de eerste dag willen gewoon een beetje binnen blijven. Daar. Dus we moeten boodschappen doen. We willen gaan gourmetten. Daarvoor willen we natuurlijk ook nog even borrelen. We moeten ook nog ontbijten. Dus ja, we hebben best wel wat boodschapjes nodig eigenlijk. Dus Maria en ik gaan zaterdag boodschappen doen samen. Maar ik dacht misschien kan ik wel wat dingetjes halen die gewoon lang houdbaar zijn. Want we moeten echt mega veel halen. En ik denk dat het wel fijn is als we het in tweeën doen. Maar ja, even kijken of ik er tijd voor heb vandaag. Ik hoop het wel. Ik heb al wat content gemaakt. Maar ik wil niet de hele tijd dezelfde look op alle content. Dus ik ga nu even mijn haar met de Dyson doen. Ik had het net gewoon, nou ja, zoals je ziet, best wel stijl. Dit is gewoon een beetje mijn normale haar. Ik had het gisteren gefeund. En nu, ja, nu gaat de krul erin. Ik wilde natuurlijk een aparte video voor jullie maken over hoe ik mijn haar altijd doe. Nou heb ik daar echt geen tijd voor gehad. Dus ik dacht, laat ik het nu maar eventjes zien. Ik heb dus de Dyson Airwrap en dit is de lange versie. Dus met lang opzetstuk en het dikke opzetstuk. Zoals je ziet kan je hier een verschuiven. Dus je kan hem twee kanten op laten blazen. Mijn links schuif je altijd naar rechts toe. En de andere kant schuif ik hem dus naar links toe. Nou, normaal doe ik dit gewoon op handdoekdroog haar. Ik doe het bijna nooit op droog haar. Maar ja, nu omdat ik dus even toch van haar wil switchen, ga ik het gewoon op droog haar doen. Wat je altijd kan doen is gewoon met zo'n spuitje het een beetje nat maken. Zodat het ja, wat beter pakt. Maar ik weet niet per se of het nodig is dat je haar echt nat moet zijn. Want bij mij werkt het dus ook gewoon als het droog is. Nou, wat je dadelijk ziet gebeuren is dat mijn haar eigenlijk al gelijk om de Dyson heen wil. Zie je, het rolt er echt letterlijk vanzelf omheen. Nou, is dat ook wat je wil natuurlijk. Alleen, ik probeer altijd wat grotere plukken te pakken. En dat kan de Dyson af en toe in zijn eentje niet helemaal aan. Dus ik begeleid mijn haar wel eromheen. En dan zet ik hem op koud. Ik heb hem dus net eerst warm laten staan. En er zit op de Dyson ook een schuifje naar koud. Zodat je krul fixeert. En dat doe ik dan ongeveer 10 seconden. En als het klaar is, dan trek ik eigenlijk hem zo uit mijn haar. En dan hebben we een krul. Ik heb nu een iets dunnere pluk gepakt. Kijk, hij gaat er echt super makkelijk dan omheen. Ja, het is warm en hij is al best wel snel heet. Nu zet ik hem alweer koud. Ik tel altijd in mijn hoofd af van 10 naar 0. Maar ik houd mezelf daar nooit helemaal aan. Want ik wacht gewoon totdat hij een beetje koud aanvoelt. Nou, dan krijg je dus allemaal dit soort krullen. Maar dat gaat echt nog wel meer uitzakken hoor. Het blijft echt niet zoveel krul. Maar ik vind het juist mooi dat het een soort gefeunde look heeft, mijn haar. En dat creëer ik wel echt met dit, als ik dit heb gedaan. In het begin was het voor mij wel eventjes zoeken, zeg maar, hoe ik, welke kant ik op moest krullen. Zoals je ziet gaat mijn krul nu zo en gaat hij een soort van elke keer naar buiten. En dat creëer je dus als je de linkerkant van je haar het schuifje naar rechts doet. En dan zie je vanzelf wel hoe de Dyson je haar wil hebben. En zoals je hier ziet, als je hem aanzet, hier gaat hij in het midden. En dat is dus de warmstand. En als je hem dus helemaal omhoog houdt, dan blaast hij dus koude lucht. Je kan hem hier ook nog instellen op sowieso warm en koud. En dan hier nog de sterkte van hoe hard hij blaast. Nou, ik zet hem natuurlijk lekker hard. Nou, en als ik dan de andere kant van mijn haar ga doen, dan draai ik het schijfje de andere kant op. Maar zoals je misschien wel ziet dadelijk, moet ik hem nu niet eroverheen halen, maar eronder door. En dat lijkt dan alsof de krul anders wordt, maar bij mij werkt dat gewoon juist de goede kant op. Ik vond het heel verwarrend, maar ik heb het gewoon geaccepteerd. Kijk, normaal doe ik zo. Maar nu
Zo. En zoals je ziet vind ik deze kant ook wel iets lastiger om te doen. Omdat ik ben rechts en ik zit aan de rechterkant. Dus ik heb minder oppervlakte om te kunnen bewegen. Maar het gaat. En je moet de Dyson gewoon af en toe een beetje helpen. Wat ik trouwens wel echt een fijne tip vond bij de Dyson. Kijk, als je hem er onderheen draait. Dan pakt hij hem niet gelijk. Je moet hem een beetje heen en weer halen. Helemaal tot het einde. En dan draait hij dus ook echt zich vanzelf eromheen. Dus gewoon een beetje heen en weer halen. Eigenlijk doe ik het bovenste gedeelte van mijn haar precies hetzelfde. Ik doe alleen wel altijd de voorplukken nog in een roller. Zodat die wat extra lang blijven zitten. En ook wat meer bouncy worden dan... In plaats van dat ze echt een krul worden. Zo. En ik begin eigenlijk altijd met de linkerkant. En dan zorg ik altijd dat de voorste pluk zeg maar alleen overblijft. Dat ongeveer één lengte is. Zo. En dan doe ik de rest samen. Dit is dan mijn laatste normale pluk. Bij mij zit altijd best wel veel lengte verschillende voorste plukken. Dus ik moet altijd de Dyson wel even een beetje ondersteunen. En de laatste pluk doe ik altijd net wat anders. Want ik wil daar niet zo'n heftige krul in. Ik zet hem hier. Langs mijn hoofd. Rechtop. Ik draai hem een beetje erin en eruit. Dus ik hem uit. Ik ga niet helemaal die krul fixeren, want... krijg ik echt veel krul. Kijk, het is nu al best wel veel krul. Dan ga ik van die andere kant ook de eerste pluk even pakken. En dan ga ik hetzelfde doen. En deze plukjes ga ik dan alvast in de roller zetten. Pak ik de grootste die ik heb. En zoals je ziet rol ik hem op van mijn hoofd af. Zo. En dit laat ik dan zitten. Dan ga ik lekker die andere kant afmaken. Zo. Nou, dat was de laatste pluk. Nu al mijn haar bij elkaar pakken. Dan kunnen jullie het even zien. Dit is nu heel mijn haar. En ik vind het altijd wel dat het goed valt. Als ik het dus zo doe. Het valt een beetje naar buiten allemaal. Dat vind ik wel mooi. En ja. Lekker de krul. Maar ook niet te veel. En laten we dan even dit ding eruit halen. Dan zien jullie dat ook gelijk. Die zit ook in één keer goed. Nou, en dit is nu laatst echt mijn go-to hairstyle. Ik ben bijna klaar met mijn reelsjes. Ik moet nog een klein stukje opnemen. Maar ik ga jullie even twee leuke pakketjes laten zien die ik binnen heb. Want ik ben helemaal blij. Kijk jongens. Ik heb een zonnebril van Bottega Veneta gekregen van zonnebrillen.com. Super chill. In januari heb ik daar een kortingscode voor, maar nu nog niet. Kijk, er zit ook een doekje in. Ook in het knalgroen. Echt een super leuke kleur groen zit. En het is dus eigenlijk een soort van mannen unisex bril. Maar... ik vind het gewoon ook voor meisjes. Kijk, als het unisex is, dan is het sowieso ook voor vrouwen. Maar volgens mij is het dus een mannenbril. Maar ik vind het gewoon een unisex.
En ik vind hem echt heel erg cool. Dit is toch helemaal leuk. Ik vind het mij ook gewoon goed staan, deze bril. Ja. Ja, ik vind deze wel leuk. En hij kijkt ook best wel lekker. Ik kan chill kijken. Hij is wel heel donker. Maar ja, voor de zomer natuurlijk hartstikke fijn. Ik vind hem echt super mooi. Dit zijn de pootjes. Ja, ik ben er echt heel erg blij mee. Echt, mijn samenwerkingen met zonnebrillen.com zijn echt de allerchillste ever. En ik kreeg dus een pakketje binnen van Leveer. Maar ik had niks verwacht. Dus ik ging even kijken. En toen stond er: Zoe, happy holidays babe. Dankjewel voor alle liefde, alle love en support dit jaar. Op naar een geweldig 2024. Nou, super lief. Je hebt dus gewoon random een pakketje opgestuurd. Ik ga even openmaken. Let the fun begin. Dit is het doosje. En we hebben altijd hele leuke verpakkingen. Oh, een hele mooie ketting. Oh, leuk. Even kijken. Dit is de ketting. Oh, wel echt eentje voor de feestdagen. Hij is best wel opzichtig. Maar super lief van Leveer. En nu ga ik even eten maken, denk ik. Want ik heb echt honger. En dan ga ik daarna wel weer verder. Of nee, ik ga eerst even mijn reelsje afmaken. Want daar ben ik bijna mee klaar. Laten we dat maar eerst doen. Zo, ik ben weer thuis. Ik heb boodschap gedaan. En dat was een hele klus. Ik moest best veel halen. Ik had één klein tasje bij de Albert Heijn. Was ik 40 euro kwijt. En ik heb twee grote tassen bij de Lidl. Ook 40 euro kwijt. Hoe dan? Echt, hoe dan? Maar goed, ik ga nu even een video bewerken. Dan kan die morgen online. En dan moet ik even opschieten. Want daarna moet ik naar mijn zus toe. Ik wil beginnen. Oh, jij begint. En ik begin. Handje, je handje moet hier. Goed zo. Ik wilde heel graag naar twee auto's. Dus dan ga ik even naar mama rijden. Oké, is goed. Ik ben sinds 100 jaar weer een keertje op kantoor. Ik ga hier even mijn video uploaden. En een stukje editen. Mijn zus die komt namelijk straks naar kantoor. Zij moet wat dingetjes hebben voor de styling. Dat allemaal daar staat. Ik heb zelf ook even een doosje ingepakt wat ik mee ga nemen voor vanavond. Ik heb vanavond namelijk meidendiner, meidenkerstdiner. Super veel zin in. En ja, ik ik moet straks eerst eventjes een paar dingetjes van mijn video bewerken. En dan daarna ga ik met die meiden naar het Bogaard. Gaan we, dat is een winkelcentrum. Gaan we daar eventjes naar de Solo. Want we moeten nog dubbel cadeautjes hebben. Naar de Solo. En even wat boodschappen halen voor vanavond. Want ik doe dus met Biba het toetje. En Dagmar Fleur doet het hoofdgerecht. Maar we gaan het gewoon allemaal met z'n viertjes doen. Dus ja, dat gaan we doen. Ja, ik ga nu wachten tot mijn zus er is en even die video uploaden. Zo, Biepje staat voor de deur. En wij gaan lekker naar de Bogaard. Let niet op mijn kop, ik zie er echt niet uit. Misschien dat Biepje er beter uitziet. Nee, die heeft ook geen make-up op. Nou, die moet ook nog. Lekker kerst inkopen doen met de meiden. Blijf jij hier zitten? Oh, ja, ik moet ook even naar... Nou, Dagmar heeft ook een origineel idee voor haar kerstcadeau. Nou, ik heb wat cadeautjes gehaald. Voor dobbelen. Oh shit, ik ben spullen thuis vergeten. Nou, dit is de tafel. We hebben het alvast klaargezet. Leuk hè, die combi in roze goud. Ja. Dat verveelt gewoon niet.
We zijn ons even lekker aan het klaarmaken. Ik heb mijn haar weer in de krul gezet. Ik ging al weg. Oh. Sorry, Moon. Ik ging al weg. Maar ik dacht, ik ruim nog even wat papier op. Dan heb je een schone keuken. Nou ja, ik ga nu even mijn make-up doen en dan... Ik kan het hier doen. Gaan we dadelijk alvast beginnen met eten. De ovenschalen staan klaar. En ik? De boontjes moeten aan. Oh, ja. Die kunnen we alvast koken. Dagmar is lekker met knoflook bezig. Haar favoriete bezigheid is dat. Peerdie. Ja, achter. Liba is ook gearriveerd. Die heeft lekker de aardbeien gesneden. Vindt ze zo lekker. Ja, nu wel. Oh ja. En, oh ja, ik ga alvast de varkenshaasjes snijden. Waar zijn die eigenlijk? Oh ja. Lekker varkenshaasjes van €46. We zijn ons rot geschrokken bij de slager. En we hebben lekker overschoteltje. We hebben wel 6 flinke stukken. Normaal ben ik zo. Lekker, lekker. Gaat goed. Goed. Ja, heel lekker. Hij is wel lekker, hè? Nou, we zitten nu aan de derde... Oh, mag de muziek even uit? Nou, we zitten nu aan de derde en vierde ronde. Cocktails. We hebben een lekker cocktailtje à la Maria en Charissa. Praat vooral door, hoor. Jezus. We zitten jou even te bedoelen. Nee, en we hebben lekker toetje. We hebben chocolade fondue. Kijk, met lekker lange vingers. En nou, we gaan lekker dobbelen. Wat veel cadeaus, jongens. Ja, Goedendag. Dit vindt ze leuk, hoor. Earring. Jewelry. Ja, nog eentje. Nog eentje. Ik loop er naar binnen, want ik dacht dat ze aan huilen. Ik dacht dat ze aan huilen. Ik dacht dat ze aan huilen. Nou, jongens. Ik heb een mooi cadeau gewonnen met het dobbelen. Ik kan je op je kop zitten. En dan moet je gooien. Dat is mijn cadeau. En mijn andere cadeau is een boobiebon. Nou, met die cadeaubon ben ik wel echt heel erg blij. En ik heb sloffen gekregen. Maar dat was nog voor mijn verjaardag. Van Dagmar, Vanessa, Marleen, Nigel en René. Echt super blij mee. Lekker uksloffies. En gisteravond was echt... super leuk. Ik denk dat ook wel aan mijn hoofd te zien is dat ik een goede avond heb gehad. Maar ja, nu ben ik best wel brak en moe. En ik moet eigenlijk nog boodschappen doen met Maria. Maar ze zei van, ik kan het ook wel alleen doen. Jij bent donderdag al geweest. Ze gaat me zo appen als zij er klaar voor is. En als ik nog dead ben, dan gaat ze alleen. Dus even aankijken. Ik ga in ieder geval nu even al die spullen hier achter mij... uitruimen en naar boven brengen. En dan ga ik denk ik lekker even op de bank of in bed liggen. Zo, ik leef weer een beetje. Ik heb even in bed gechilled. Ik heb gedoucht. Skincare gedaan. Even lekker omgekleed. En ik ben nu nog steeds wel moe. Maar het gaat wel weer. Ik ga nu wat eten beneden. En dan ga ik heel even op de bank nog liggen. En dan komt Maria mij ophalen. Gaan we boodschappen doen voor... de kerst in Düsseldorf. Zo jongens, een hele leuke dag gehad. Ik heb alleen boodschappen gedaan. Ik ben nu bij Jani. Die zit helemaal aan het boksen. Die is lekker boksen aan het kijken. Dus ik ga nu even mijn video bewerken. Ik ga met de kerst nog vloggen. Maar voor nu eindigt deze week vlog. Dus bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie allemaal fijne feestdagen hebben. Jullie zien dit pas op tweede kerstdag. Dus ja, ik hoop dat jullie het leuk hebben gehad. Nou, doei!